Hé, hey, wat leuk dat je kijkt! Welkom bij weer een nieuwe uitlegvideo van Math with Menno. Laten we beginnen. Deze video gaat over lineaire formules. In deze video ga ik je uitleggen wat lineaire formules zijn en ik ga dit doen aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld zie je hier staan. Gegeven is de formule i is 0,5x plus 1. En we gaan bij deze formule als eerste even een tabel maken. Die tabel die ziet er zo uit. Je ziet hier heb ik een aantal getallen voor de x bedacht en hier onderin zie je de bijbehorende uitkomst van de y. En wat ik nu ga doen is ik ga bij deze tabel een grafiek tekenen. En die grafiek die ziet er dan zo uit. Je ziet hier het assenstelsel en in het rood zie je de grafiek die hoort bij deze formule. En het bijzondere aan deze formule is deze formule is een lineaire formule. En hoe weet ik dat nou? Nou dat kun je bijvoorbeeld zien aan die grafiek. Die grafiek die is een rechte lijn. En zodra je grafiek een rechte lijn is, heb je te maken met een lineaire formule. In dit geval is dat dus zo hè. Hierbij hoort een rechte lijn, dus daarom weet ik dit is een lineaire formule. En het mooie is, als je een rechte lijn gaat tekenen, heb je helemaal niet zoveel gegevens nodig. Want als ik twee punten heb in mijn assenstelsel, dan kan ik tussen die twee punten al een rechte lijn tekenen. Dus de volgende keer dat we bij een lineaire formule een grafiek gaan tekenen, Maken we niet een tabel met 7 punten, maar we maken maar een tabel met maar 2 punten. Want voor het tekenen van de grafiek van een lineaire formule heb je maar 2 punten nodig. Dus je tabel mag er dan zo uitzien. Aan de bovenkant doe je 0 en 2 voor de x, en aan de onderkant doe je de bijbehorende uitkomsten. Die 0 en die 2 mag je zelf kiezen. Je mag ook andere getallen nemen voor de x, maar vaak doen we 0 en 2, want dat is lekker makkelijk. Maar dan is natuurlijk de vraag. Hoe weet ik nou hoe een lineaire formule eruitziet zonder dat ik de grafiek getekend heb. Nou Daarvoor kijken we even naar een aantal voorbeelden van lineaire formules. Een voorbeeld is deze. i is 2x plus 5. Maar dit is ook een lineaire formule in 2x plus 6. Deze ook, die is zonder de x en de i, maar dit is nog steeds een lineaire formule. Deze formule is ook lineair a is 5n min 7. Maar niet iedere formule is lineair, want ik heb er hiernaast eentje neergezet. I is x² plus 4 en dit is geen lineaire formule. Dit is namelijk de formule die hoort bij een ander soort grafiek. Dit is een kwadratische formule. En daarbij hoort een grafiek die een vorm heeft van een parabool. En daarover hebben we het in de vorige video gehad. Wat is nou het verschil tussen de lineaire formule en de kwadratische formule? Nou, dat zit hem in het woordje kwadratisch, oftewel kwadraat. Kijk, in deze formule staat bij de x een kwadraat. En zodra je een kwadraat hebt, heb je niet te maken met een lineaire formule, maar met een kwadratische formule en is je grafiek dus een parabool. Dus een formule zonder kwadraat is altijd lineair, een formule met kwadraat is kwadratisch en geeft dus een parabool. Dus even samengevat, dit plaatje uit het boek geeft een heel mooi overzicht. We hebben dus een lineaire formule zonder kwadraat. Als je dan een tabel maakt, hoef je maar twee punten neer te zetten, want je grafiek wordt een rechte lijn. En als je twee punten hebt, dan kun je de rechte lijn al tekenen. Heb je wel een kwadraat in de formule staan, dan heb je dus te maken met een kwadratische formule. Heeft je tabel zeven punten nodig, vaak van min 3 tot 3, zoals we in de vorige video hebben geleerd. En dan is je grafiek altijd een parabool, dus die gaat er dan op deze manier uitzien. Dit zijn dus de verschillen tussen lineaire formules en kwadratische formules je moet je heel goed weten, die zijn vanaf nu heel belangrijk en dit is dus ook de kern van deze video. Ben je blij met mijn video's? Abonneer dan op mijn kanaal. En wil je nog meer video's over dit hoofdstuk zien? Klik dan hiernaast. Tot de volgende keer.